Mollema droomt van een top 10 klassering in de meest prestigieuze wielerkoers ter wereld. Het is op dit moment ook eigenlijk het enige waar hij aan denkt. 8, 9 en 10. De eerste week in de bergen is om te acclimatiseren. En zo ziet een rustdag er dan uit op een plek waar de eeuwige sneeuw ligt. Hij is er samen met zijn ploeggenoot Lars-Petter Nordhauk, zijn beoogde meesterknecht voor de Tour. De trainingen in de eerste dagen bestaan uit maximaal 4 uur fietsen. 10 kilometer onder de top van de Sierra Nevada maakt Mollema zich klaar voor zijn werkdag. Oh, die kunnen wel af. Ja, afdaling. Oh ja, die heb je hier ook. Dat is ook zo. Ja, ik ben liever wat te warm gekleed dan te koud. Hij oogt ontspannen, weet waar hij mee bezig is. En er is ook tijd voor een dolletje, zoals later zal blijken. Eerst volgt een afdaling naar de voet van de Sierra Nevada. En daar start de klim van ruim 30 kilometer. Zeker de laatste jaren gaan heel veel wielrenners zeg maar, op hoogtestage voor belangrijke wedstrijden. En ja, ik ga ervan uit dat het van mij gaat werken. Dus dan hoop ik in juli zeg maar, hier profijt van te hebben. Het is vooral de kilometers wegtrappen. Later komen de intervaltrainingen van 7 uur. Het geeft nu nog gelegenheid voor typische wielerhumor. Het staat dus op camera, hè? Dit is fact of disrespect, 105. 500 euro is fine. In de ploegleiderswagen wordt aan het trainingsschema voor Mollema gewerkt. Voor de explosiviteiten van Bouke, dat we nog een sprintserie erin bouwen. Ja. De accenten zitten vaak in de derde week. Dus een herstelvermogen kun je heel goed trainen door middel van bijvoorbeeld lange duurritten. En vandaag hebben we 4 uur getraind, dat is een beetje om erin te komen. Maar morgen gaan we echt een hele lange duurrit maken. Dus daar proberen we aan te werken. Het tweede waar we aan proberen te werken is het bergop rijden. Nou ja, je rijdt hier naar het instituut altijd 25 kilometer bergop, dus dat kunnen we hier ook heel goed oefenen. We gaan werken aan zijn tijdrit. We hebben zijn tijdritfiets mee, daar gaan we ook wat specifieke dingen mee doen. Met name de tijdrit is belangrijk om een goed klassement te kunnen rijden. En daar wordt dan ook extra de nadruk op gelegd tijdens de uren op de rollerbank. Als hij erop laat, dan moet hij dit aanspannen zetten. Dat kost best wel veel power. En dat kun je niet lang. Ja, dan kun je even 2-3 minuten volhouden om een rijstuk, maar dat kun je niet de hele tijd doen. Ik ben verschillende keren in de winter nog geweest en ja, daar zijn we daar al mee begonnen, zeg maar, met dat proces om proberen zo smal mogelijk te gaan zitten. En ja, dat is wel goed gelukt tot nu toe. En ja, ik zat in ieder geval de tweede keer dat ik in die windtunnel was al een stuk smaller dan de eerste keer. Maar het is wel goed af en toe dat iemand je daarop wijst. Dan blijf je daaraan denken. Ik reed bijna over een vogel heen net, joh. Ik bleef gewoon zitten. Het is een belangrijk jaar voor Mollema, maar ook voor de Blanco-ploeg. Sinds Rabobank niet meer op het shirt staat, is de ploegleiding nog altijd op zoek naar een geldschieter voor de komende jaren. Ik ben niet daar continu mee bezig, eigenlijk bijna niet. Eigenlijk ben ik gewoon puur bezig ja, met mijn wedstrijden en met mijn voorbereidingen, zeg maar. En daar ben ik mee bezig en het is niet dat ik dat die sponsor dat altijd in mijn achterhoofd zit. Dan de Tour de France. Top 10 moet in de beleving van Mollema haalbaar zijn. En terugdenken aan de vorige 2 edities doet hij niet. Ik zie het als een wedstrijd op zich en ja, als een nieuwe kans om zeg maar, in een grote ronde een mooi klassement te rijden. En ja, daar gaan we alles aan doen.